Voorzitter, ik snap de vraag van collega Marijnissen wel. Want we begonnen met de dividendbelasting, dat ging over 2 miljard. Hard voor gestreden, die ging van tafel. Toen bleef die 2 miljard staan, want die moest naar het grote bedrijfsleven. Ging het naar verlaging van de winst, ging het naar verlaging van de winstbelasting, die ging nu van tafel. En precies datzelfde bedrag, die 2 miljard, wordt nu gestopt in een bijzondere investeringsregeling voor die bedrijven, waarvan niemand nou precies weet, wat is het effect hiervan? Wat is de multiplier? Voor iedere euro die we daarin stoppen, wat levert dat dan op aan werkgelegenheid en welke bijdrage levert het? En dan is het contrast groot met de zorg. Daar wordt gezegd, oké, daar is misschien ook meer geld nodig, maar eerst een commissie. Dus bij het bedrijfsleven reserveren we eerst geld, besluitvorming daarover en de onderbouwing komt later wel. En bij de zorg zeggen we, eerst moet er een commissie komen om te kijken wat het probleem is en hoe we dit gaan oplossen. En dan komt er misschien geld bij. En dat is waar wij op aanslaan. Juist in deze crisis, als je niet al het geld van de wereld meer hebt, dat we heel zorgvuldig moeten zijn hoe we structureel geld uitgeven. En je kan kiezen wat je met 2 miljard doet. Ja, dan denken we dat je dat beter naar de zorg zou kunnen geven. De heer Klaas. Voorzitter, maar het klopt niet. Dijkhoff. Bij de zorg wordt niet eerst gekeken. Er wordt eerst meer dan 2 miljard uitgetrokken voor een tweemalige bonus. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken om het werk in de zorg mogelijk te maken wat extra nodig is door corona. En terecht, er zit geen efficiëntieonderzoek, daar heb je maar geen tijd voor. Er gaat sowieso elk jaar meer dan 92 miljard gaat er naar de zorg. En daar moet je sturen op liefdevolle zorg voor degenen die verzorgd moeten worden en effectieve zorg voor degenen die genezen moeten worden. Dat is waar we mee bezig zijn. Dus ja, het klopt gewoon niet wat de heer Klaver zegt. En bij het bedrijfsleven, wat er gedaan is kijken een winstverlaging. Die staat in de wet. Dus u kunt tegen die investeringsdingen stemmen, prima, dan gaat die winstverlaging door, dat kan ook. Wij hebben gedacht, die winstverlaging die nu in de wet staat, als we niks doen, gaat het winsttarief voor grotere winsten, maar dat moeten we niet weer doen alsof dit allemaal multinationale miljardenwinsten zijn. Daarvan hoor ik de heer Klaver ook namelijk de dag daarna verwijten dat ze geen winstbelasting betalen, dus dan kunnen ze hier ook niks aan hebben. En dat is een terecht probleem, die schroeien we ook dicht. Er zit 700 miljoen lastenverzwaring in. Onder andere door het overnemen van het voorstel van GroenLinks om verliesverrekening te beperken en allerlei dingen die voor sommige bedrijven heel goed zijn, maar voor andere bedrijven ook te veel een manier waren om belastingen niet te betalen waarvan ik vind dat ze die wel moeten betalen. Dus ja, ik moet niet te hard roepen, zeker niet voor mijn fractie, maar er zit een lastenverhoging in voor 700 miljoen structureel voor de bedrijven in deze begroting ten opzichte van het niet deze begroting doen. Vervolgens hebben we gekeken, die winstbelasting, is dat nog logisch? Nou, ik vind de winstbelasting verlagen logisch voor kleinere bedrijven. Dus dat gaat tot en met eerst 2 ton en uiteindelijk 4 ton winst, betaal je minder belasting. Hogere winsten gaat de belasting niet op omlaag. Heb ik gedacht, wat kun je nu doen om dat bedrag, je kunt het ook uitgeven in de publieke zaak, je kunt er dingen mee gaan kopen. Ik denk dat het verstandig is dat we de private investeringen, dat een multiplier is, die stil liggen, die lopen in de miljarden per jaar, die niet gedaan worden, dat je die uitlokt om wel te doen. Dat je een bedrijf dat voor de keuze staat een investering niet doen met het risico, ik heb geen buffer meer, bij de tegenwind ga ik kapot, moet ik al mensen ontslaan, dat je die helpt om die investering toch te doen, zodat die er doorheen komt, beter is, voorbereid op de toekomst en zijn mensen aan het werk kan houden. Dat is de gedachte achter die investeringsaftrek. Ja, daar zitten niet wat de heer Klaver erin wil fietsen. Ik snap dat het speeltje van de dividend en daarna de hoge winsttarieven dat er nu opgekat wordt. Daarom moest ik even lachen in het begin en geprojecteerd wordt op iets nieuws. Maar hier kan gewoon een MKB'er een investering doen en het aftrekken, een deel daarvan, beloond worden voor die investering die hij doet, waar andere bedrijven van kunnen werken, tegen de loonheffing. De heer Klaver. Voorzitter, toch even. De premier heeft het zelf vaak gezegd. Er is de belofte gedaan dat we ook wat terug gaan geven aan het bedrijfsleven. Dat was die 2 miljard van de dividendbelasting. Vervolgens werd het de verlaging van de winstbelasting. Die gaat niet door. En heel toevallig is exact datzelfde bedrag wordt ingezet voor een regeling waarvan we niet weten wat het is. We hebben hier altijd de strijd gevoerd dat we zeiden je moet niet die grote bedrijven. Je moet eigenlijk zorgen in deze tijd dat het naar de publieke sector gaat. Je moet daar niet de lasten verlagen. Maar het lijkt wel alsof deze belofte heilig is. Bij mij is de afgelopen dagen, toen ik die stukken aan het lezen was, kwam eigenlijk wel het idee op dat die 2 miljard voor die grote bedrijven ontzettend lijkt op de musical Soldaat van Oranje. Zeg maar, ieder jaar denk je dat die stopt, maar gaan ze toch weer door. En dat is wat hier volgens mij aan de hand is. En dat is wat we aan de orde stellen. En des te saillanter is het dat er geen enkele onderbouwing bij zit. Dus het zou kunnen dat we hier een heel inhoudelijk debat over hebben en dat de heer Dijkhoff mij weet te overtuigen dat het heel gericht is naar een speciale bedrijfstak, dat het heel veel doet voor verduurzaming, dat het enorm veel werkgelegenheid oplevert. Ik heb geen idee. Wat ik wel weet uit het verleden is dat al dit soort investeringsregelingen enorm uitdijen
en eigenlijk niet het beoogde effect hebben wat we willen, alleen werkt als een grondslag versmallen. Even anders gezegd, het werkt dat bedrijven minder belasting gaan betalen. Dus ik vind eigenlijk dat deze eruit zou moeten. En dat we dan opnieuw gaan kijken en opnieuw een afweging maken. Waar kunnen we dat geld het beste inzetten? Ik zou zeggen de zorgsalarissen, maar laat ik de heer Dijkhoff tegemoet komen. Als die zegt, dit moet eigenlijk naar de private sector. Als je echt wil dat geld rendeert, dat dat goed is voor de private sector, gebruik het dan om de verhuurdersheffing helemaal af te bouwen. Dan weet je zeker van dat de bouw aan het werk gaat. Ja, dan weet je ook zeker dat het niet helpt om bedrijven te helpen faillissement te voorkomen. Ik moet hier ook wat zaken corrigeren. Want die 2 miljard, de heer Klaver gaat een beetje in zijn eigen succes geloven. Die zijn klopte vergelijking met Soldaat van Oranje wel. Het was niet 2 miljard, het was 1,4. Toen werd het door de verbeterde economie 1,9. Dat moesten we dekken. Toen ging dus de VPB, de winstbelasting, omhoog. Toen moest het bedrijfsleven heeft toen zijn eigen betaald, zijn eigen cadeau betaald, zeg maar, als u het cadeau wil noemen, voor die dividendbelasting, die hoger uitviel. Dat is toen niet doorgegaan. Wat ook niet doorgaat is het totale bedrag aan lastenverlichting. Want ik heb net gezegd, de commissie Ter Haar heeft adviezen gegeven hoe je kunt voorkomen dat belasting die eigenlijk betaald moet worden, niet betaald wordt. We hebben een aantal adviezen van overgenomen, waaronder één voorstel van GroenLinks. Waardoor het bij deze operatie, in deze begroting, nog eens 700 miljoen lastenverlichting voor het bedrijfsleven geschrapt wordt per saldo. Dus wat je dan overhoudt is de winstbelasting, waarvan ik denk, ook als VVD'er, dit is niet het moment om die winstbelasting te doen zoals gepland, zoals in de wet staat al. Die moeten we dus veranderen. Nou, wat we eerst zijn gaan doen, wat is redelijk om in het lagere tarief te doen? En wat blijft er dan over? Dus die 2 miljard is niet een soort, dat is echt gewoon een restgetal van de berekening. En niet iets, want dat heeft u zelf gecreëerd, dat getal. Dat was 1,4 en 1,9. Dus dat is niet zo. En waarom ik het wel verstandig vind om de bedrijven aan de gang te houden, is omdat we anders eindigen in een andere musical, die heet Les Miserables. De heer Klaver. Ja. Ik ben onder de indruk van de musicalkennis van de heer Dijkhoff. K3 komt ook nog. Oelala. Goed. Waar het mij om gaat, is dat we helemaal niet weten wat deze belastingverlaging gaat doen. En dat het lijkt alsof de belofte die dit kabinet heeft gedaan, dat er een lastenverlichting naar het bedrijfsleven gaat, van die 2 miljard, die blijft iedere keer maar terugkomen. En we staan nu op een moment in de tijd dat het slecht gaat met onze economie. Dat je een keuze moet maken. En dat geld zouden we in kunnen zetten voor die zorgsector. En dat gebeurt niet. En het contrast kan echt niet groter zijn. Namelijk een commissie instellen zonder dat er geld bij komt om te zeggen, nou, eerst maar eens even kijken wat de problemen zijn en welke oplossingen erbij horen. En voor het bedrijfsleven knallen we er gewoon 2,3 miljard tegenaan, als ik ook nog dat VNO-fondsje meereken, waarvan letterlijk staat, ik kan het quoten, er staat letterlijk, de besluitvorming vindt later plaats, dit jaar, en dan gaan we ook nog kijken of het een reëel probleem oplost. Dat is geld zoekt probleem. Ik heb wel een heel lijstje problemen die gewoon geld zoeken. Of dan gaat het over de zorg, of de woningbouw, of de huren, of klimaatverandering. Dat kan toch niet? Het klopt alleen niet. Kijk, bij de zorg wordt er een commissie gedaan om te kijken waar zitten de echte knelpunten. En ondertussen, zonder onderzoek, knallen we daar meer dan 2 miljard tegenaan in die bonus. Wat we vervolgens doen, is bij het bedrijfsleven, want er is niet extra geld. Wat we eerst hebben gedaan, is 3,3 miljard terugpakken aan lastenverlichting die al in de wet staat. En daar vervolgens een andere invulling aan geven, waarbij de per saldo door de veranderingen en het wordt de liquidatieverliesverrekening te beperken, 700 miljoen afgaat. Dus u vergelijkt, ja, ik weet niet hoe u dat moet doen, maar hoe u dat thuis doet, maar u gooit iedere keer hetzelfde cadeautje in die schoenen en dan laat u het opnieuw uitpakken en dan zegt u weer een cadeau. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ten eerste, het is geen cadeau, er moet hard voor gewerkt worden. Je moet zelf een investering doen, een uitgave doen, bedrijfsmatig, en dan mag je het aftrekken tegen de loonheffing, dus je moet ook gelukkig nog mensen in dienst hebben. Wat we hebben gedaan is, de wet zegt eigenlijk een lastenverlichting, die maken we kleiner. En wat we nog steeds doen voor het bedrijfsleven, richten we ook nog eens meer op de kleinere winsten en het MKB. Dus ja, voorzitter, de afgelopen 30 jaar is de belasting van bedrijven van 35% gezakt naar die 25%. En dan nu proberen met alle herstelmaatregelen die worden genomen, die ik ook zie, waar ik blij mee ben, dat is niet genoeg. En dan 2 miljard die we hebben toch aan die bedrijven geven, dat gaat niet. Maar ik wil toch even de miljoenennota citeren. Want ik heb het ook, er wordt hier gewoon gezegd, definitieve besluitvorming vindt later dit jaar plaats, waarbij zal worden getoetst of er een probleem wordt opgelost en of er voldoende interesse voor is. Ja, dat is voor iets anders. Ja, maar dat hoort precies, dat is precies hetzelfde. Daar had ik het net ook over. Dit gaat over die 300 miljoen voor een fonds, een solvabiliteitsfonds. Ja. Ja, eenmalig 300 miljoen blijft 300 miljoen. Dat is geld wat we niet kunnen gebruiken om de huren te verlagen. En er wordt gezegd, we moeten later dit jaar nog kijken of er voldoende interesse is. Er wordt gezegd, VNO-NCW
heeft het initiatief genomen. Het is gewoon een afscheidscadeau voor Hans de Boer. We weten niet wat het effect is, terwijl er problemen zijn in deze samenleving, waarvan we wel weten wat het effect is als je die 300 miljoen gebruikt. Namelijk betekent minder druk in klaslokalen, het betekent dat we mensen in de zorg kunnen helpen, het betekent dat we huren zouden kunnen verlaten, dat we meer kunnen bouwen, dat we kunnen verduurzamen. Maar jullie kiezen gewoon voor een afscheidscadeau voor Hans de Boer. VNO-NCW heeft het initiatief genomen en we weten nog niet of het echt gaat werken. Sorry. Ja, voor zover vorig jaar nog 1 miljard uitgetrokken voor de woningbouw en dit jaar nog 200 miljoen verhuurdersheffing structureel, dus elk jaar deze 300 is eenmalig gedaan. Dus de heer Klaver heeft die 300 miljoen nu alweer 6 keer uitgegeven in zijn hoofd aan allerlei dingen. Dus als je thuis denkt, nou, daar kunnen we veel mee doen met 300 miljoen eenmalig. Wat ik goed vind, is dat vanuit het bedrijfsleven gezegd wordt, om bedrijven er doorheen te helpen, moeten ze misschien een lening hebben. En het is niet alleen maar naar de overheid dat je dan moet kijken. Dus we gaan kijken of we zelf daar geld in kunnen stoppen. En wellicht kan de overheid eraan bijdragen, zodat je bedrijven hier doorheen kunt trekken. En banen kunt redden en mee door kunt gaan. Zodat ze weer belasting kunnen afdragen waar je mee de zorg kunt doen. We zitten hier wel een begroting voor 1 jaar, maar we zitten hier niet voor de toekomst van 1 jaar te plannen. Je moet ook verder kijken dan dat. Maar voorzitter, dit is tot slot. Ja. We bespreken hier bij de politieke beschouwingen na de eerste 3 uur zijn het vergeten. Uiteindelijk gaat het hier over de begroting van komend jaar. Het gaat over het budgetrecht van de Tweede Kamer. En gaan wij instemmen met het uitgeven van heel veel geld door de regering. Dan wordt er een voorstel gedaan, daar gaat de heer Dijkhoff niet in. Er wordt een voorstel gedaan om 300 miljoen in een fonds te stoppen. Dat geld moeten we accorderen. Niet door elkaar heen praten. Dat moeten we hier accorderen. En vervolgens staat er precieze besluitvorming. Moet nog later dit najaar plaatsvinden. Want we moeten nog even kijken of dit fonds ook echt een probleem oplost en of er voldoende interesse is. Het gaat mij erom dat we het bedrijfsleven, als ze erom vragen, letterlijk, de grote lobby van het bedrijfsleven zegt, mogen we geld, dan geven we het. By the way, we gaan later wel kijken of het iets oplevert. Het contrast met hoe we omgaan met de zorg kon niet groter zijn. Voorzitter, ten eerste, ik heb net uitgelegd waar dit voor is, dus ik ga er wel op in. Ten tweede, we accorderen na deze week helemaal niks, nog geen euro. Dat komt in de week hierna bij de begroting en het belastingplan. En ten derde, als je met werkgevers praat, dan is het een lobby, lobbycratie, noemde de heer Klaver. En elk debat dat hier een minister in vak K staat, dan mag hij van uw partij en de andere partijen, krijgt hij nog eens te horen dat ze zeker met de vakbonden moeten praten. Ben ik het ook helemaal mee eens. Dat heet draagvlak zoeken met werkgevers, werknemers en polderen. Dan moet u niet, als dat dan gedaan is en gepolderd is en er noodpakketten, steunpakketten en begrotingen afgetast zijn bij zowel de vakbonden en de werkgevers, dat u dan hier vervolgens komt zeggen, ja, schandalig, u heeft met de werkgevers gesproken. Die lobbyen niet zoals u ze beschrijft. De laatste keer dat ik belobbyd ben voor een grote multinational, was voor Philips met die beademingsapparatuur uit Amerika door de heer Klaver hier in de Kamer. Dat is de laatste keer dat ik belobbyd ben.